Het dak, niet helemaal mooi, maar wel heel bijzonder. Uh-huh, en deze carport heeft Pijk helemaal verzonnen. Oh. Met het dak erop, kijk eens, die hangt helemaal vrij. Een super overspanning zonder kolommetjes eronder. Oh ja. Ja, dat valt niet mee. Uh-huh. Om dat te maken, hebben we wel slim verzonnen. Heel mooi. Ja, en de voordeur die kan open, maar dat gaat een beetje moeilijk. Okay. Eerst de trap naar boven. Oh ja. En hier is dan de voordeur, hier onder het poortje, daar kan ik lekker droog lopen. Oh. En de brievenbus was eerst hier nog, maar die is af nu. Oké, okay. En wat is dit nou hier voor bovenaan? Wat dat is dit? Gewoon om een beetje voornaam te doen. Oké. Okay. Het ziet eruit als een gezicht. Ja, ook een grappig monstergezicht. Kijk, een neus, ogen en een mond. Ja, oh, ik dacht dat dat zo bedoeld was. Nee. En wimpers! En wimpers. Ja. Ja. Ja, echt super. Nou, niet bedoeld, maar nu je het zegt, ja, interessant. Ja. Ja. En die ramen kunnen ook open en dicht, zie je, dat is ook heel handig. En ramen open en is ook wel gemaakt voor Jeroen, want het is een beetje extra hoog, de begane grond. Oké. Okay. Zie je dat je extra hoog in kan staan, onder en boven ramen. Ja. En wat vind jij het mooiste van deze ontwerp? En als je hier onder rijdt, dan kan je droog naar deze achterdeur. Oké, en de mooie boom daar, een beetje natuur zie ik. Nee. Ja, dat is zo'n dak, dat is een daktuin. Oh, een daktuin. Nee. Dat is heel modern namelijk. Want dat was meer het idee van opa dan. Ja. Ja, ja. Deze is een tuinhuisje, maar die heeft wel, en dan kan je misschien zien, die heeft wel nog een keertje ook een keuken erin zitten. Oh nee. Een echte keuken. Ik kan niet zien. Ja. Onder het raam, als je in de keuken verder kan je het raam naar buiten kijken. Oh. De schoorsteen gaat hem even af. Want dit is natuurlijk dan de schoorsteen van de keuken hier in de hoek. Ja. Oh nee, ik zag met een pijpje eruit, zie je het? Ook dat nog. Ja. Opa, dat heb je prachtig gedaan. Ja. Ja, het is eigenlijk een beetje een soort, een tiny house is het eigenlijk, hè? Ja. Een tiny house, ja. Zo, dan kan je met luik voor de ramen ook, heel handig. Ja. Ja. Nou, prachtig. Ik vind dat jullie, ik denk dat dat wel een 10 verdient. Ja?